Welkom iedereen bij deze nieuwe vlog. Ik heb geen intro opgenomen vandaag, maar het was donderdag vandaag en zoals je ziet zit ik achter de computer, want ik heb vandaag een thuiswerkdagje als junior software engineer. Dat is toch de titel dat ze mij geven als ik ga solliciteren, dus ik ga daar nu gewoon mee rollen. Ik ben net afgestudeerd als junior software engineer, software developer, full stack developer, web en mobile developer, hoe dat je het ook wilt noemen. Ik maak software applicaties, voornamelijk websites, webapplicaties, mobiele applicaties, van het design naar de logica, naar het volledig bouwen van websites. En ik heb een stage gelopen bij een bedrijf en daar doe ik nu ook mijn studentenjob voor een maandje. En vandaag mocht ik eens van thuis uitwerken. Ik ga jullie even storen. Vergeet even niet te liken, vergeet even niet te abonneren. En dat helpt de video ook te pushen naar andere mensen die geïnteresseerd zijn in deze soort video's. En dat helpt mij ook natuurlijk om mijn kanaal wat te laten groeien en uit te breiden. Veel kijkplezier. Eigenlijk mogen we 1 à 2 dagen per week thuis werken, maar ik probeer toch zoveel mogelijk op kantoor te zijn, omdat ik dat gewoon fijner vind om te werken. Maar ja, meestal 1 dag per week werk ik dan toch van thuis uit, omdat dat dus gemakkelijker is met mijn schema. Maar toch probeer ik zo vaak mogelijk op kantoor te werken. Ik ben momenteel bezig aan het bouwen van een bepaalde applicatie, maar daarover ga ik even in de vlog iets meer vertellen. Veel kijkplezier. Oké, dames en heren, het is even op mijn telefoon te doen, want de bestanden zijn aan het overzetten op mijn pc van de vlogs. En ik ben net klaar met werken, het is 5:30, dus ik heb afgerond. Ik heb best nog wel veel progressie gemaakt. Nu is de bedoeling eigenlijk omdat er een bepaalde helpdesk is op Ilvo, waar de boeren kunnen bellen naar Ilvo als ze problemen hebben met de applicatie of er dingen niet werken. En dat gebeurt wel regelmatig. En dan bellen ze en dan de mensen die bij ons op bureau zitten, die moeten dingen opzoeken. En ik ben dat nu efficiënter aan het maken door gewoon al direct op de homepagina voor de mensen van de helpdesk een tabelletje te maken waarin dat ze kunnen zoeken op naam, voornaam en op e-mail. Want momenteel konden ze alleen maar zoeken op naam en zo. En dan moesten ze doorklikken heel de tijd en dan moest dat overal laden. Dus wat ik nu doe is gewoon 1 tabelletje maken met alleen de data tonen die nodig is. En dan dat direct doorlinken eigenlijk als je op zien klikt, dat dan de gebruikersspecifieke data ingeladen wordt. En dat werkt allemaal nu. Ik moet het morgen gewoon een beetje, of echt alle data tonen die gevraagd wordt. Maar momenteel wordt de specifieke informatie al getoond van welke gebruiker dat is. En ja, is dat eigenlijk het belangrijkste. Dus dat is top. Verder, ik ga nu met Elias gaan zwemmen. Elias is een boei gaan halen in Decathlon, dus dat is wel tof. Ik ga open water gaan. En de Blaameers, het is eigenlijk niet zo heel mooi weer. Zoals je ziet, vorige week was het een pak nicer. Het kan zelfs zijn dat het een beetje gaat regenen, maar een beetje regen maakt niet uit, want we worden toch nat in het water. En ik moet natuurlijk ook water gaan zwemmen en dat is dan al de 2e keer dat ik deze week ga zwemmen, dus ik ben trots op mezelf. Vorige week denk ik 2 keer gaan zwemmen en deze week al 2 keer. Ik weet eigenlijk niet van buiten, dat ik zou een keer op mijn Strava moeten kijken. Of vorige week ben ik sowieso op water gaan zwemmen, maar ik weet niet of ik in het zwembad ben geweest. Ik denk het niet. Maar ja, alleszins, dat is nu al 3 keer gaan zwemmen in 2 weken, dus dat is al veel beter dan 3 keer in de afgelopen maanden. Dus we zijn weer goed op weg en ik kijk er naar uit. Ik ben nu mijn zwemzak aan het klaarmaken, ik heb mijn boeier al in gedaan. En nu ga ik gewoon nog een beetje drinken, pakken, mijn kousen aandoen en zorgen dat ik alles mee heb om richting de Blaameers te vertrekken. Dat al 20 minuutjes rijden zijn, dus over een tiental minuutjes vertrekken naar daar. Ja, zoals jullie zien, ziet mijn kamer er super, super slordig uit. Maar dat gaat gefixt worden. Wees daar maar zeker van, want volgende week als ik klaar ben met werken, ga ik even mijn tijd nemen om waarschijnlijk, misschien woensdagavond of donderdag of zo, ik zie nog wel, om een keer heel mijn kamer proper te maken, een keer een clean-up te doen van alles wat er hier is gelijk. Ik wil gewoon mijn kamer een klein beetje cleaner hebben en niet zoveel spullen gelijk dat ik er nu in heb. Een keer echt een grote, grote keuze doen. Ik heb al de dozen daar onlangs van gehaald, wat ik ook al in 300.000 vlogs aan het zeggen was en aan het uitstellen was, maar dat is er al van. Maar gelijk andere dingen die in mijn kamer staan, die er eigenlijk niet veel te zoeken hebben, die wil ik even aan de kant en zeker vooral mijn bureau en mijn setup fixen. Want ja, mijn setup was kei clean en dan werkte mijn laptop letterlijk een week daarna niet meer. Dus dat was dom en dan, ja, om duur ziet uw setup er zo uit. Maar ik heb alleszins gewoon goed gewerkt vandaag. Morgen nog 1 dagje naar kantoor en dan volgende week nog 3 dagjes te gaan. En dan is het af. Of dan is het gedaan met de studentenjob. En dan de eerstvolgende job die ik dan ga doen is voor echt. Dus dat is spannend. Nee, maar ja. Ik ga mijn grief maken, mijn spullen klaarmaken, even nog een boterhammetje eten, nog wat koolhydraatjes. En dan kunnen we vertrekken richting de Blaameers. Let's go. Thank you.
Dames en heren, je boy is back van te zwemmen. Let's go, ik ben trots op mezelf dat ik ben geweest. Weer al 1,5 kilometer in de pocket kunnen we afstrepen. Niet zoveel. Ik had ook het gevoel dat het rondje korter was. Want de vorige keer was het gelijk 666 meter per rondje. Of 660 ongeveer. En nu was het letterlijk 500. Dus ik denk dat de boeien een klein beetje verschoven zijn ofzo. Ik ben eigenlijk... Het was letterlijk perfect 500 meter. Dus ik denk niet dat ik fout ben gezwommen ofzo. Maar ja, toch goed 3 rondjes weer gezwommen. Klein beetje minder dan de vorige keer, omdat dus de rondjes kleiner waren. Maar ja, we kunnen ze rustig aan het opbouwen. Ik heb nu deze week al 2 keer gezwommen dan. En dat is in totaal al 3,5 kilometer deze week. Bijna de hele Ironman afstand. Nee, maar het is toch gebeurd. Het was ook wel aan het regenen daarnet. En ja, als je het water zit, merk je daar natuurlijk niet zoveel van. Maar nu ga ik naar huis. Normaal ging ik lopen, maar ik heb honger, dus ik ga naar huis. Ik ga mijn mama sturen dat ze het eten mag verwarmen. Want met dat ik nu ben gaan zwemmen om 6 uur, zijn ze al aan het eten. En dan ga ik vragen dat ze het eten warm maken. En dan kan ik de vlog editen en dan zal het eten wel gezakt zijn. En kan ik gaan lopen vanavond. De training doen. Ik ga op het gevoel doen, want... Ik denk als ik de paces moet uit, dat ik een beetje vermoeid ben en dat dat een beetje lastig gaat zijn. Dus daar gaan we niet voor gaan natuurlijk. Het is wel nog warm, dus ik kan gewoon kort naar de auto wandelen. Oh, dames en heren, ik ging normaal met Elias gaan lopen, maar ik had echt geen motivatie om alleen die intervaltraining te gaan doen. En ik was ook... het begon te regenen en dan dacht ik... Het is ondertussen ook 9:30, maar ik ga het gewoon gaan doen. Ik ga geen intervaltraining doen, want ik heb even daarna gekeken en dat is letterlijk... Een kwartier opwarmen, 9 kilometer core, alleen de main set zeg maar. En een kwartier opwarmen is al 2,5 kilometer, plus 9,5 is 10, is 12. En dan nog uitlopen is 14, dan heb ik vandaag 40 kilometer. En ik heb morgen een tempoloop van 15 kilometer. En dan de dag erna een duurloop, dus dat gaan we niet doen. Dan daar is vraag om blessures, dus ik ga goed. Want eigenlijk moest ik gisteren mijn intervaltraining doen. Maar dan ga ik nu gewoon even loslopen. De vlog van vandaag is letterlijk maar 3 minuutjes, dus niet zo lang. Dus ik ga jullie nu even meenemen. Allee, niet de vlog die ik nu aan het filmen ben natuurlijk. Maar de vlog die ik net heb geëdit, die is maar 3 minuutjes. Dus ik ga jullie even meenemen. Met het lopen, ik merk gewoon echt dat ik een pak meer moe ben. Maar ik ga het niet in elke vlog blijven herhalen, want vroeger deed ik dat in elke vlog hetzelfde zeggen. En nu moet ik dat eigenlijk een beetje leren, dat ik niet in elke vlog alles ga herhalen. Maar ik ga even gaan lopen. Ja, zit dat er dan ook weer op, dan heb ik toch iets gedaan vandaag. En dan kan ik mijn wassen, ik eerst de vlog uploaden. Kan ik gaan lopen, kan ik mij wassen en dan kan ik me klaarmaken voor morgen te gaan werken. Morgen is de laatste werkdag van deze week, morgen is namelijk vrijdag. En dan als ik terugkom... Moet ik gaan lopen, dus die training doen. En dan daarna in de avond ga ik naar Nolwenn, waarschijnlijk. Dus daar kijk ik ook wel naar uit. En ik moet mij sowieso nog wassen vandaag. Dus dan kan ik maar beter gaan lopen en dan daarna gaan wassen. Loopkleren aan en on even. Wow, yo. Ik mag dan wel zijn gaan zwemmen. En nat zijn geweest. Het weer dacht, Loran, wordt nog maar eens nat. Want holy fuck, het begon toch wel plots keihard te regenen. ik heb... 4,91 kilometer aan 5 minuten 38 per kilometer gemiddeld en 148 gemiddelde hartslag. Dus dat valt mee, dat is aeroop en dat is perfect. Ik heb eigenlijk niet naar mijn horloge gekeken, gewoon echt puur op het gevoel gelopen. Omdat ik dacht, ik moet gewoon naar buiten, ik ga me niet frustreren in mijn hartslag of iets of wat dan ook. Of ergens naar kijken. Ik dacht, het is belangrijker dat ik iets ga gaan doen dan dat ik binnen ga gaan zitten. Dus ik kijk gewoon niet naar mijn hartslag. Dus dat heb ik gedaan. Ook voor mij, de data freak, ik kijk niet altijd graag naar de cijfertjes. Soms is het ook gewoon om gewoon naar je gevoel te luisteren. Cijfertjes zeggen niet altijd alles. Ik merk gewoon dat ik vermoeid ben, dus mijn hartslag gaat sowieso een beetje lager zijn dan als ik echt fris en uitgeslapen ben. Dus momenteel is dat een mindere waardemeter dan dat normaal is. Dus vandaar eerder een beetje naar mijn gevoel luisteren. Ik zei dus dat ik jullie eigenlijk ging meenemen bij het lopen. Maar ik stapte naar buiten, ik duwde op het knopje van de GoPro en kijk wat er gebeurt, hè. Helemaal niks. Kijk, ik duw erop. Dus dat wil zeggen, de batterij is plat. Ik denk dat de GoPro per ongeluk aan is gegaan in mijn boekentas. Of in mijn rugzak. En dat de batterij gewoon helemaal plat is gegaan. Dus geen beelden van de GoPro van tijdens het lopen. Maar het zouden toch geen mooie beelden geweest zijn, want het was donker. Of het is donker, liever gezegd, en het regen. Dus voilà, dan vertel ik het jullie nu maar even. Ik ga me nu even wassen en dan de vlog staat ondertussen online. En misschien edit ik zelf nog de vlog voor morgen, dat ook al klaar is. Een vlog van 3 minuten. Ja, mijn excuses alvast. Maar, dames en heren, zaterdag is het Olympische Spelen en vandaag is het woensdag, dus donderdag, vrijdag,
Zaterdagavond komt deze vlog online op de dag van de tijdrit. Perfect. Dus ik heb even mijn pronostieks geschreven voor de tijdrit. Ik zou zeggen, laat even achter wat jullie dingen zijn, maar jullie weten het al, want de tijdrit is vandaag geweest voor jullie. Maar laat dan even een pronostiekje achter voor de Olympische wegrit. Dat is pas volgende week. Mijn pronostiekje voor de tijdrit voor de vrouwen op plaats 1. Longoborghini. Op plaats 2 Vollering. Ik denk echt dat ze in vorm is. En op plaats 3 Kopecky. Dat zijn misschien namen die jullie niet gaan verwachten. Maar ik zeg dat voor de Olympische wegrit. Niemand had ooit ook verwacht dat Primoz Roglic Olympisch kampioen ging worden. Of Carapaz. Dus voilà. Dat was natuurlijk wel op een heel ander parcours dan nu. Maar kijk, vandaar dat ik die namen zeg. Dat zijn zo wat eerder klassiekere types. En ja, Vollering niet natuurlijk. Maar die kan ook haar plan wel trekken. En ik heb gezien dat ze goed op vorm is in training. Want haar voorjaar was naar mijn gevoel niet super. Met de contractdinges van SD Works. Maar ik denk dat ze wel terug motivatie heeft gevonden om haar te bewijzen. Zeker ook richting volgend jaar toe. Dus ik denk dat mijn top 3 is voor de vrouwen. En dan als voor de mannen ga ik zeggen plaats 1 Tarling, Evenepoel en op plaats 2 Evenepoel en op 3 Ganna. En ik denk dat er echt een heel klein verschil gaat zitten tussen Tarling en Evenepoel met bijvoorbeeld 1 of 2 seconden of zo. En dat Ganna op 15 seconden of zo gereden gaat worden. En dan met uitbreiding plaats 4 Koen en 5 Van Aert. Dus ik denk dat dat een beetje de top 5 gaat worden voor de mannen. En mijn hoop voor de tijdrit is Remco op 1, Wout op 2. ja, dat is een goede hoop. Dan heeft Wout weer zilver. En voor de wegrit vrees ik dat het ook weer vandaag gaat zijn. Maar ik hoop dat Wout de wegrit gaat winnen. Nee, maar dat is een goede keuze. Ja, gaat het verstaan, hè. Dus laat jullie top 3 of top 5 even achter in de comments voor de vrouwen en de mannen. En ik ben benieuwd wie dat er gelijk gaat hebben. De persoon die wint krijgt een... ik ga de reacties ophangen. Ik denk dat ik dat vanaf nu elke week ga doen. Elke week ga ik een reactie ophangen aan mijn whiteboard. Ik heb hier namelijk een whiteboard. En mijn vriendin heeft hier geschreven, voor de grap: dag andere vriendin van Loran, jij stinkt. I am the original, jij bent niks, ik ben veel grappiger dan jij. Ja, nolen is natuurlijk zo. Maar ik ga dan hier zo dingetjes pakken en dan, oep, comment van de week, die ga ik hier plakken. Een beetje gelijk het prikbord van cosplay. Dus laat even jullie reactie achter en degene die er het dichtste bij zit of de beste pronostiek heeft, die ga ik daar ophangen. En je mocht mij eraan helpen herinneren, want de kans dat ik dat vergeet is heel groot. Goed, ik ga de vlog afsluiten voor vandaag, dames en heren. Want ik ga niet veel interessants meer doen. Binnenkort terug wat livestreamtjes. Ik heb met programmeren en zo. En livestreamtjes op TikTok en op YouTube. Dus dan heb je daar wel wat tijd voor overdag. En dan ga ik gewoon een beetje programmeren aan mijn portfolio. En aan een applicatie die ik graag zou willen maken. Of programmeren, liever gezegd. Ik wil jullie bedanken om te kijken naar deze vlog. Morgen ben ik er sowieso weer bij een gloednieuwe vlog. Misschien om 6 uur als ik op tijd ben. En anders daarna wel. Ik zie jullie morgen weer in een gloednieuwe vlog om 6 uur. En zoals ik altijd zeg, ciao. Kus.